Nou, een van de projecten die we helemaal parametrisch hebben ontworpen, dat is het ontwerp van het nieuwe Feyenoordstadion. Dat doen wij samen met OMA. En wat je daar ziet is dat je een aantal spelregels krijgt aangereikt van de FIFA en van de UEFA van hoe je een stadion ontwerpt. En in die spelregels staan een aantal dingen. Bijvoorbeeld, we zijn bezig met een 60.000 seater. Dat alle 60.000 stoelen, die moeten binnen dit oranje domein liggen. Dat domein, dat is gedefinieerd als een afstand van 190 meter van iedere hoekvlag. Dus op het moment dat je een cirkel zet van 190 meter op de vier hoekvlaggen, krijg je een domein, daar moeten al je stoelen in zitten. Een andere spelregel is bijvoorbeeld de kwaliteit van de zichtlijn. En die is weer gedefinieerd als de C-waarde. Dat is het aantal millimeters vrije zicht wat je hebt om over het hoofd van degene die voor je zit heen te kijken. En de onderwaarde daarvan, dat is een C-waarde van 60. Dan heb je 6 centimeter vrije hoogte om over het hoofd van je buurman heen te kijken. Aanbevolen is 90 en optimaal is 120. Dat zijn harde spelregels, maar we hebben ook zachte spelregels. Dus een van de zachte spelregels is, we willen de sfeer van de Kuip terugbrengen. En hoe OMA dat bijvoorbeeld geïnterpreteerd heeft, is dat ze zeggen, wat heel karakteristiek is bij het Feyenoordstadion, is de ovale ringenstructuur. En we willen die ovale ringenstructuur als karaktereigenschap weer terugbrengen. En wat je dan krijgt, is eigenlijk de spelregels om mee te gaan proberen hoeveel ringen willen we hebben, hoeveel rijen stoelen heb je per ring, en hoe zorg je ervoor dat je, terwijl je met al die spelregels bezig bent, nog steeds 60.000 stoelen maakt die het ideale zicht op het veld hebben. Nou, dat zal ik laten zien nu aan de hand van het parametrisch model wat we gemaakt hebben. Waarbij we een vertaalslag hebben gemaakt van de randvoorwaarden van het veld. En daarmee creëren we een ovale ringenstructuur. Wat je hier nu ziet, dat is het parametrisch model van het Feyenoordstadion. En zoals je zo'n parametrisch model leest, eigenlijk van links naar rechts, heb je aan de linkerkant je parameters, je variabelen, je input, zoals bijvoorbeeld de afmetingen van het veld of het aantal ringen wat we hebben. En elk blokje wat je hier ziet met een bepaalde kleur, dat vervult een bepaalde functie om die spelregels te vertalen naar een ontwerp. En hoe dat er dan in de praktijk uitziet, hier heb je bijvoorbeeld dat het domein van die 190 meter waar we het net over hadden, dat is een visuele controle om te kijken of de ringenstructuur die we nu hier hebben allemaal binnen die spelregel past. Nou, hier zie je bijvoorbeeld een van de configuraties. En het mooie van een parametrisch model is dat ik nu aan de knoppen kan gaan zitten en een andere configuratie erin kan zetten. Dus ik heb hier nu bijvoorbeeld een configuratie met 21 rijen met stoelen in de eerste ring. Daar kan ik er ook 40 van maken. En wat je dan ziet, is dat de computer even aan het rekenen is. En vervolgens het ontwerp aanpast. En een stadion genereert met een eerste ring met 40 stoelen. Maar wat hij ook meteen doet, is de doorsnede aanpassen. Nou, wat voor ons dan weer heel belangrijk is als constructeur, is dat er ook het constructieve model aangekoppeld is. Dus wat je hier ziet, dat zijn de constructieve lijnen van de staalconstructie van het stadion. En iedere keer als wij een variant kijken, dus ik ga 40 weer terugzetten naar 21, dan past hij dat model opnieuw aan. En aan dit model zitten onze berekeningen gekoppeld. Dus van iedere variant die we zo bekijken, weten we ook meteen wat de tonnage is van de staalconstructie. Maar ik kan bijvoorbeeld ook de heatmap laten zien. En de heatmap laat zien wat de kwaliteit is van de zichtlijn op ieder stoeltje. En dat krijgt een kleurtje, zodat je ook meteen visueel ziet van alle stoelen voldoen aan de zichtlijnen die we willen hebben. En zo kunnen we heel snel verschillende varianten onderzoeken, zonder dat wij voor iedere variant weer die hele berekening opnieuw moeten maken. Dus je kan heel geïnformeerd beslissingen nemen.